we staan hier op het bouwterrein van de Rotterdamse baan. En aan de ene kant hebben we de laan van Hoornwijk. En aan de andere kant hebben we de Rijksweg, de verbindingsboog A4A13. In deze verbindingsboog zal de dekconstructie die u achter mij ziet worden ingereden. Om dat te kunnen doen zijn er twee weekenden gepland, waarin in het eerste weekend damwanden in de snelweg worden aangebracht. En in het tweede weekend wordt de grond tussen de damwanden weggegraven en wordt de dekconstructie ingereden. Deze dekconstructie weegt 1,5 miljoen kilo, 1500 ton. Dat is niet zomaar te verplaatsen. Daarom worden er 3 sets speciale wagens onder het dek gereden, wordt het dek opgevijzeld en wordt het dek ingereden in de verbindingsboog. De uitdagingen voor het inrijden van zo'n dek is dat het gewoon in hele korte tijd moet gebeuren. Je hebt 2 weekenden en daar gebeuren heel veel activiteiten. Het uitlopen van zo'n activiteit, ja, dat kan niet, want dan gaat de snelweg niet op tijd open. Om die reden is er grondonderzoek uitgevoerd. De snelweg is 's nachts afgesloten geweest. Vanaf het asfalt zijn sonderingen en boringen gedaan om te kijken of er obstakels in de ondergrond waren. De werkwijze hebben we daarop aangepast. De weg die gaat 2 weekenden dicht tijdens de schoolvakantieperiode. Tijdens de schoolvakantieperiode omdat het dan wat rustiger is. Het scheelt namelijk zo'n 5 tot 10% verkeer. Het eerste weekend dat is van 28 tot 31 juli. Het tweede weekend is van 4 tot 7 augustus. En het derde weekend dat is van 11 tot 14 augustus. We beginnen de afsluiting op vrijdagavond telkens om 10 uur. En dan zijn we uiterlijk op maandagochtend 5 uur weer klaar. Nou, het betreft dus de verbindingsboog van de A4 naar de A13 richting Rotterdam. Dus we moeten vooral verkeer richting Rotterdam omleiden. En dat doen we eigenlijk zoveel mogelijk over de A4 richting Hoek van Holland. Wat meer lokaal verkeersverkeer richting Delft, dat willen we adviseren zoveel mogelijk gebruik te maken van de A12 en de N470. De omleidingsroutes worden aangegeven middels de gele bordjes langs de weg. En daarnaast maken we gebruik van routeinformatiepanelen boven en langs de weg waarop de snelste routes op dat moment worden weergegeven. Verkeer moet rekening houden met vertraging als gevolg van omleidingsroutes. En daarnaast op zaterdag en zondag kan het wat druk zijn waardoor er kans op file is.